ambulancewens bestaat pas sinds 2007, maar heeft al bijna 6000 wensen uit laten komen. Kobi Frens is één van de 200 vrijwilligers die dit mogelijk maakte. Het doen voor mensen wat nog kan en wat ze graag willen. En de mensen die niet meer met een gewone rolstoelbus of een gewone auto ergens heen kunnen en nog heel graag iets willen, dat kan soms onoverkomelijk zijn omdat ze niet vervoerd kunnen worden. Maar met een ambulance kan het wel. Alles wat mensen graag willen en als het binnen onze mogelijkheden ligt, dan vervullen we dat. Ik weet hoe belangrijk het is dat mensen in de laatste fase van hun leven gewoon zo goed mogelijk verzorgd worden. Zo veel mogelijk kunnen doen wat ze nog kunnen doen. En een huiselijke omgeving om zich heen hebben. Ambulancewens heeft een bijzondere band met de Rotterdamse rederij Spido. Dat is de plek waar het allemaal begon. De Spido is eigenlijk het begin van alles. Toen er een meneer van het ene ziekenhuis naar het andere ziekenhuis moest vervoerd worden en daar even tijd was, wilde hij heel graag nog eens keer naar de haven, want hij was zeeman. En hij is nadat hij bij die haven geweest is, nog een keer opgehaald door onze oprichter en directeur Kees Veldboer, die toen nog gewoon ambulancechauffeur was. En die heeft toen met hem een rondvaart voor de Spido geregeld. En dat was eigenlijk de eye-opener voor hem en dacht, dit is een wens van nog veel meer mensen. Dit moeten veel meer mensen kunnen. De meeste Rotterdammers hebben de markthal natuurlijk al lang van dichtbij gezien. En dankzij ambulancewens kunnen terminaalzieke Rotterdammers er ook van genieten. Ja, de markthal, dat is natuurlijk nu voor heel veel mensen iets wat ze toch wel heel graag willen zien. We gaan gewoon met de brancard naar binnen en we rijden gewoon rond. En we gaan ook langs al die mooie stalletjes. Mensen gaan toch wel een beetje opzij hoor voor ons. Die maken wel een beetje ruimte. Het werk van Kobi is soms behoorlijk emotioneel. Iets waar ze altijd rekening mee probeert te houden. Je weet dat je het doet voor die mensen. En tuurlijk denk je er wel over na wat naar. En zeker als het heeft ook nog wel met de leeftijd te maken. Als dat jongere mensen zijn of mensen van mijn eigen leeftijd. En je ziet daar kinderen bij. En toch kan ik die afstand bewaren. We houden ook geen contact met de mensen. Dat is ook zeker niet de bedoeling. Dat je privécontacten houdt. Dat zou niet goed zijn.